الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، vorige week was ik begonnen met het praten over een overlevering van onze geliefde profeet sallallahu alaihi wasallam. Deze overlevering is genoemd in het boek van Imam Muslim rahimahullah op gezag van de sahabi Abu Huraira Abdurrahman ibn Sakhr radiyallahu anhu. Hij heeft overgeleverd dat de boodschapper van Allah heeft gezegd: Al-mu'minu al-qawi, de sterke mu'min, de sterke gelovige, is beter en geliefder bij Allah dan de zwakke gelovige. En in beide zit het goede. Dat is een grote gunst van Allah Ta'ala, dat in de mu'min, in welke opzicht en in welke fase hij verkeert en in welke toestand, dat Allah Ta'ala vaststelt dat het goede daarin zit. En wat hem deze goede geeft, is het feit dat hij gelooft dat Allah één is en dat Mohammed de boodschapper van Allah is. De basis van het goede heb je. Daarna zegt de profeet Slasim: Ihris ala ma yanfa'uk. Wees waakzaam in het doen van al datgene wat jou baat, waar het goede voor jou in zit. En daarna zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam: wasta'in billah. En vraag hulp van Allah tabaraka wa ta'ala. En wees niet gebrekkig. Wees niet gebrekkig. En als jou iets, als je getroffen wordt door iets, zeg niet: had ik dit maar gedaan, of had ik dit niet gedaan, of als ik dit had gedaan, dan was dit. Of als ik dit niet had gedaan, dan was dit gebeurd. Voorwaar, lou als de deur open voor de shaitan. De hadith is overgeleverd door moslim. Vorige week heb ik duidelijk gemaakt wat wordt bedoeld met de sterke gelovige. De sterke gelovige, dat is een persoon die sterk in zijn iman, zijn geloof voor Allah. Is sterk in het verrichten van de aanbiedingen voor Allah. Is sterk in kennis die hij heeft over Allah en de godsdienst van Allah. Is iemand die standvastig is in zijn uitspraken, in zijn daden als het gaat om de godsdienst van Allah. En als de sterke bouw of gezondheid aanwezig is daarbij, dan is het alleen maar goed als het dient, als het in dienst is van de godsdienst van Allah. Dat is beter dan iemand die dat allemaal niet heeft. Maar hij is wel een mu'min. Het woord van de profeet: Ihris, wees waakzaam. Dat jij datgene doet wat goed voor jou is, slaat op dat jij de aanleidingen hoort te doen om jouw iman sterk te maken. Dat jij alles aan doet om te profileren tot een sterke gelovig. Dus als jij weet dat bijvoorbeeld kennis vergaren jouw geloof sterk maakt, dan moet je dat doen. Als jij weet dat het reciteren van de Koran, en dat is ook zo, jouw iemand sterk maakt, dan moet je het doen. Als jij weet vanuit jouw eigen positie dat jouw sadaqat die jij geeft omwille van Allah jouw iemand sterk maakt, moet je het doen. Al datgene wat jouw iemand sterk maakt, het kan ook zijn jouw bir, jouw goedheid jegens de ouders, jouw het onderhouden van je gezin, dat alle zaken die goed zijn, waar invloed is of in op je iman, moet je het gewoon doen. En wees niet gebrekkig. Vraag Allah om hulp bij alles wat je doet. En ik wil hier bij het stukje over hulp vragen Allah stilstaan. En een van de uitspraken die mij vandaag hebben getrokken over dit stukje is dat de geleerden zeggen dat je hulp vraagt aan Allah moet iets worden wat je dagelijks moet doen. Dat het een manhaj van jouw leven moet zijn, dat je bij alles gewoon je wendt tot Allah tabaraka wa ta'ala om hulp. Al gaat het om simpele zaken. En soms lees je iets van dat zelfs bij de meeste simpele zaken van het wereld zo, dat de metgezellen zeggen gingen wenden tot Allah en hem vroegen om hulp. Wat gebeurt er wanneer je dat doet? Jouw band met Allah wordt sterker. Jouw band met Allah wordt sterker.
daar zit geen twijfel in. Want bij alles denk je aan jouw schepper. Bij alles denk je dat hij subhanahu wa ta'ala in staat is om datgene te geven wat niemand kan geven. Dat je denkt altijd er is. Ik heb een God die mij helpt. Die als ik hem vraag, ik vertrouw dat hij me datgene geeft. Dat zal er zeker voor zorgen dat jouw iman in Allah sterker wordt. En dat jij niet gaat wenden tot iemand die jou niet kan helpen. En jezelf gaat vernederen voor die persoon. Omdat jij iets van het wereldse wil behalen of iets van. En daarom zeiden ze, l'isti'ana billah moet een manhaj van hayat zijn. Een methodiek in jouw heel leven zijn. En onze geliefde profeet sallallahu alaihi wasallam was ook waakzaam in zijn opvoeding. En kennis overdracht dat hij dit mij gaf aan de metgezellen. Het hadith van Ibn Abbas is een van de bewijzen daarvoor. Dat hij tegen hem zei, ihfad illa ihfadk. Ihfad illa tajidu tuja. Ida sa'alt, als je vraagt, vraag Allah. Wa ida sta'ant, als je om hulp vraagt, vraag hulp aan Allah. Dus, stel je voor, je hebt moeilijkheden met het werk wat je doet. Vraag Allah om dit voor je te vergemakkelijken. Je hebt moeilijkheden met de studie die je volgt. Vraag Allah om het voor je te vergemakkelijken. Je hebt moeilijk met het opvoeden van je eigen kinderen. Of een van je eigen kinderen. Vraag Allah om hulp daarbij. Je hebt moeilijkheden met het omgaan met je eigen vrouw. Vraag Allah om hulp daarbij. Je hebt moeilijkheden met intact houden van je familiebanden. Vraag Allah om hulp daarbij. Je hebt moeilijkheden met het reciteren van de Koran, het leren van de Koran. Vraag Allah om hulp daarbij. En zo zie je dat je eigenlijk, als je goed hier naar kijkt, dat je Allah altijd nodig hebt. En je kan op één dag zoveel keren wenden tot Allah bij om hulp te vragen. Wat wij nodig hebben, is dat we het praktiseren. En dit zorgt ervoor dat jouw band met Allah sterker wordt. Want je vindt je steeds tot hem. En in de andere hadith, Allah subhanahu wa ta'ala schaamt. Als zijn dienaar tot hem wendt en hem vraagt om hem datgene niet te geven wat hij vraagt. Wat wil je nog meer? Wees niet gebrekkig. Wat is gebrekkig hier? Kan op verschillende manieren uitgelegd worden. Een van de manieren is dat de geleerden zeggen als je de alleendienen hebt gedaan. En het is moeilijk geworden. Laat het niet los. Ga gewoon door. Vraag Allah om hulp en ga door. Niet opgeven. Gewoon vraag Allah om hulp. Probeer dat in praktijk ook te doen. Je zult zien dat Allah het voor je vergemakkelijkt. Een ander soort gebrekkigheid is dat mensen steeds zeggen ik heb geen tijd. Of ik heb geen geld. Of ik kan dat niet doen. Het is dit. Het is moeilijk. Hoe kunnen we dat allemaal doen terwijl we weten dat de ander zoveel kracht, zoveel middelen, zoveel dit heeft. Wij kunnen dit nooit bereiken. Dat is gebrekkigheid. Wat? Wie zegt dat dat niet gaat gebeuren? Wie zegt niet dat Allah dit niet voor jou gaat vergemakkelijken? Wie zegt dat? Wees niet gebrekkig. Wees sowieso in alle gevallen optimistisch. We gaan ervoor. We doen dit omwille van Allah. Sommige mensen zijn altijd negatief en pessimistisch. Ook in een jama'a, in een groep. Je wilt ervoor gaan. Zeg ja, maar dat kan niet. Dit, dat. Ze zijn zelf negatief. Ze stellen zich gebrekkig op. En ze zorgen ervoor dat de anderen zich zo opstellen. Waardoor je geen stap verder gaat. Hier zegt de profeet Sta'in Billah. En wees niet gebrekkig. Stel je voor, je hebt de aanleidingen gedaan. Je hebt je best gedaan. Je hebt hulp gevraagd aan Allah en het is niet gelukt. Wat moet je doen? Ga je jammeren? Nee. Ga je treuren? Nee. Wat doe je? Zeg, qaddar Allahu wa ma sha'a afal. Datgene wat is gebeurd met toestemming van Allah. Er zit een goede in. Allah heeft het bepaald. Er zit er goed in. Hier mag je al-qadr gebruiken. Om te zeggen. Dat is datgene wat Allah voor mij heeft voorbeschikt. Maar niet dat je iets slecht gaat doen. En zeggen ja Allah heeft het voor mij voorbeschikt. Dat is niet de bedoeling van qadr Allah. Want je kan niet al-qadr en al-qadr gebruiken. Om jouw fouten. Om jouw zonden te rechtvaardigen. Maar als je de alleidien hebt gedaan. Je hebt Allah gevraagd om hulp, het is niet gelukt. Dan zeg je, qaddar Allah, masha. Allah de Satan niet bij jou in verluisteren. Dat als je dat niet had gedaan, dan was dit gebeurd. Of als ik dat niet had gezegd, dan was dat. Dat is dus, dan heb je de deur
van de Satan geopend. Want de Satan gaat, wanneer gaat de Satan intreden om bij jou te influisteren? Op het moment dat je gaat nadenken en zeggen, nee, ik had dit niet moeten. En op dat moment komt de Satan, gaat bij jou influisteren, je had dit niet moeten doen. En treuren, sommigen maken ook daar misbruik van. Ik zeg, ik had toch tegen jullie gezegd dat we dit niet moeten doen. Dus, hier leert ons profeet ons hoe wij zich moeten opstellen. Tegenover degene wat we doen. Want de mu'min is een sterke persoon. Die gaat voor het hoogste ambities. Is niet gebrekkig. Is optimistisch. Doet de aanleidingen. Vertrouwt op Allah. Als het niet lukt, na al deze zaken zeg je qadar Allah mashafal. En niet meer terugkijken. Niet meer terug nadenken, nee, het had, nee, we gaan gewoon, we leren daarvan en we gaan weer verder. Geweldig uitspraak, geweldig instelling. Mooi om te zien dat onze geliefde profeet Slaasem deze handvat aan ons heeft gegeven in onze leven om ons te leren hoe wij moeten opstellen.